start aan de binnenkant. King Devil zet Malek, Kiana van Elzakker. Kiana van Elzakker in deze B-finale, terwijl er een valpartij is geweest. Hartman eruit gegaan in bocht nummer 1. Dan we kijken naar de nieuwe leden, de positie van Kim. Kim van der Schoot voor Amy Kremers. De nummers 1 en 2 hier op de baan. We gaan kijken wat er gebeurt als ze daar door de ene laatste rit stukken komen. Wat er gebeurt in de eerste bocht, er waren twee dames op gegaan. De 410 plaat. Kim van der Schoot gaat nog steeds aan de leiding in deze B-finale bij de 11- en 12-jarige girls. Ze zal de rit in gaan pakken als de 9 misgaat.